allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuw begin van een nieuwe serie. In deze serie zal ik 14 dagen ongeveer vloggen en dat in Maleisië. We zijn nu de valiezen aan het inladen en ik pak dit koekje en dat koekje. Het is nu nog redelijk vroeg. Het is nu iets later dan 6 uur en ik zit in de auto en daar is het stuur. We zitten nu al een tijdje en is op de snelweg. En ik zie jullie terug als we in Zaventem zijn op het vliegveld. Ik bedoel de luchthaven. Ik zal eens tonen wie er allemaal in de auto zit. Papa. Lette. Oma en stuur. Zij gaan niet mee, maar ze rijdt gewoon. En mama. Dus als je goed kan tellen, zitten we nu met 5 in de auto. Want ik ben ook een mens. Er is bijna geen verkeer op de baan. Dat gebeurt toch niet zoveel? Ik zit nu in het vliegtuig voor naar Amsterdam te gaan. We zitten nu in Brussel. En dit hier is een klein vliegtuigje. Kijk, hier zit er geen tv'tje en zo. Maar hier zit er wel zo'n bakje van. Voor je volume en channel te doen. Maar terwijl het net erin is, dat is wel raar. En daar zie je de karretjes met onze bagage, wat er net in zat. Ook van de andere mensen. En daar een ander vliegtuig van Air France. Het is nu al 10 uur en we zijn vertrokken om 6 uur. Dus als je goed kan rekenen, zitten we nu al 4 uur in de luchthaven en in de auto. Met een ander woord aan het reizen. En we zijn nog niet eens half weg. Want in het vliegtuig van Amsterdam naar Maleisië is het iets van 12 uur vliegen. Dus dat is al ongeveer iets van 16 uur hebben moeten reizen. Maar in die luchthaven gaan we dan ook even wachten. Dus we goed kan rekenen dat we veel moeten wachten naar reizen. Hoi iedereen. Hallo. We zijn bijna aan het opstijgen. We gaan nu aan 350 per uur of zoiets. Dus van als ik hem niet zo goed vast heb. Je weet waarom. We willen allemaal sneller en sneller te gaan. We zijn bijna aan het opstijgen. Zoals jullie kunnen zien, we halen het in het raam redelijk snel. We gaan bijna opstijgen en de eerste vlog die zal bijna vertrekken. Wow! De bus is al naar boven. We zijn naar boven aan het gaan. We zijn in de lijn. We gaan naar boven. Dag België. En tot bij Amsterdam, of tot in de lucht. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb zweet handjes. Ik zweet. We zijn al redelijk goed in de lucht. Pak het op. Kijk, we zijn allemaal horen het gaan. Graag bij het voordelen van Air France KLM. Wow, dat is redelijk eindschat. We stoppen dat we niet neervallen. Kijk hoe hoog we al zijn. De wolken zien we al. Dat lijkt alsof we... Ja... Ik weet niet hoe dat moet opschrijven, maar kijk, het is wel redelijk hoog. Van de stewardess hebben we zoutkoekjes gekregen. Lekker, krabbotje. En water, want natuurlijk te drinken. Hè. Ik zit nu in het vliegtuig samen met mama, papa en Lette op weg naar Maleisië. En de eerste volgende gaan we kijken is Trolls. We zijn nog niet vertrokken. Nu worden pauzes. Binnenkort gaan wij vertrekken. Ik zit nu al een tijdje in het vliegtuig. En ik ben nu huisdieren in hemel aan het kijken. Dat is denk ik een leuke film. Ik weet het zelf bijna helemaal zeker. Het is nu al 4 uur later. En we zijn er nog altijd niet. Oh ja, en dit hier is mijn blinddoek. Het is toch lang vliegen naar Maleisië. Ik ben net wakker. En het is nog maar 50 minuutjes vliegen. Dus ik ben er bijna. Hallo mensen. Ik zal jullie tonen wat ik vandaag allemaal heb gedaan buiten het vliegtuig. Laten we daarvoor in de telefoon gaan. In de telefoon. Dus hier is de hop en de hop Albus. En daar hebben we bijna we hebben daar de hele tijd in rond gedaan. Dus we hebben allemaal gebouwen gezien zo onderweg en allemaal blanke. En hier zie je mij van de krabben. We hebben natuurlijk eerst gaan eten.
En nu was hier op dit pleintje. Hier zie je de container. Heb ze kei. En dat, dit gebouw hebben we in passeren ja, gezien. Dat ben ik. Was het leuk in de mobiel? Ik kan alvast zeggen, een like zou chill zijn. Deel deze video met al je vrienden. En tot de volgende keer. Doei!